stond. En nu is het een soort volksfeest aan het worden. Dat komt ook uit Amerika. En de vraag is, waait dit ook over? Mijn naam is Peter Schipper en ik ben vanmiddag uw navigator, uw gids. En ik zal proberen u soepel door het programma te leiden. De eerste spreker van vanmiddag is Martin van der Mark. Hij is voorzitter van de vereniging Outletkamer voor Tiel en Omstreken. Dames en heren, van harte welkom op deze historische plek. 2 november 1741 werd hier Johan Dirk van de Capelle tot een Pol geboren. Deze plaats. Dankjewel, Martin. Johan Dirk van de Capelle tot den Pol, JCDP, zoals wij hem graag afkorten. Ja, zult u zeggen, wie was dat nou? Wat heeft hij nou betekend? Nou, we hebben een fraai filmpje gemaakt, dankzij Emiel Smit en Jan Bouwhuis. Is dat tot stand gekomen en daar kunt u nou even van gaan genieten. En al uw vragen worden dan ongetwijfeld beantwoord. Het is 2 november 1741. In een huis aan de Tielse Amtmansstraat wordt Johan Dirk van de Capelle geboren. De bevalling vindt plaats in het huis van zijn grootvader, Dirk Reinier van Bassen. Deze is om zijn vrijheidslievende ideeën verbannen uit zijn woonplaats Arnhem. De vader van Johan Dirk, Frederik van de Capelle, is militair en daarom veel van huis. Johan Dirk wordt als jongen daarom opgevangen door zijn grootvader. Van Bassen laat hem aan de hand van de schilderijen in het Tielse stadhuis kennis maken met ideeën van vrijheid en volksinvloed. De studie van Johan Dirk vindt buiten Tiel plaats. Als hij volwassen is, wil hij graag politiek gaan bedrijven. Daarvoor is het nodig dat hij een plaats verwerft in het bestuurscollege. Om die reden koopt hij het Riddermatighuis De Pol in Overijssel en daardoor krijgt hij zitting in de Staten van Overijssel. Zijn ideeën schokken de regenten die het voor het zeggen hebben. Nadat hij uit de Staten is geschorst, schrijft hij in 1781 zijn ideeën over vrijheid op in het geschrift Aan het Volk van Nederland. Dat moet in verband met de veiligheid anoniem. In deze periode bezit Johan Dirk het huis Appeltern en zijn geboortehuis in Tiel. Hij staat in nauw contact met twee bekende Tielse patriotten, Johan Diederik van Leeuwen en Johan Richard van Lid de Jeuden. Johan Dirk wordt de grote voorman van de Democratische Patriotten. Maar hij overlijdt al op 6 juni 1784 in Zwolle. Enige tijd lijken zijn ideeën succesvol. Ook in Tiel manifesteren de patriotten zich onder leiding van Johan Richard van Lid de Jeuden. In 1787 komt de ommekeer. Stadhouder Willem V roept het Pruisische leger te hulp. Dat maakt met geweld een einde aan de vrijheid in Nederland. De nalatenschap van Johan Dirk wordt geschonden. Zelfs zijn graf op de Gorsselse Heide wordt in 1787 opgeblazen. Pas in de 20e eeuw komt de naam van Johan Dirk van de Capelle tot de Pol terug in de Nederlandse geschiedenisboeken. Zijn vaderstad Tiel doet al lang over om hem te herontdekken. Pas in 1987 wordt in de stijlkamer van het Tielse Museum de herdruk van Aan het Volk van Nederland gepresenteerd. In de jaren 90 worden pogingen gedaan
om de beelden voor het Van de Capelle monument uit Rome terug naar Tiel te halen. Toch is zelfs dan de politieke weerstand nog te groot. Terwijl Appeltern en Zwolle hun monumenten krijgen, blijft het in Tiel vrijwel stil. Bij toeval wordt de Tielse raadzaal gebouwd op de plaats van het geboortehuis van Johan Derk. Een initiatief uit 2013 leidt ertoe dat in 2016 bij de Tielse raadzaal een gedenkteken wordt geplaatst. De bedoeling is om jaarlijks ook een naar hem genoemde lezing in Tiel te laten plaatsvinden. Nou, dan weet u allemaal wie Johan Derk geweest is en wat zijn ideeën waren. De volgende spreker die ik mag aankondigen is onze burgemeester, de heer Beenakker. Het filmpje vergat nog te vertellen. Ik zag de twee heren wel hier naast mij aan tafel zitten de eerste keer. Dat historici, Tielse historici, Emiel Smit en Frits Kat het initiatief hebben genomen. Die hebben een brief gestuurd aan de burgemeester. En dan komt het goed, hè, als je een brief van de burgemeester krijgt. En ik heb dat natuurlijk enthousiast omarmd. Dus dat is goed gekomen. Daarom hebben we nu de derde lezing inmiddels hier. En het mooie monument. Maar daar gaan we straks nog iets meer over vertellen. Althans, de kunstenaar, Joost Brechtman, die dat gemaakt heeft. Democratie is de slechtste regeringsvorm. Met uitzondering van alle andere vormen die al zijn uitgeprobeerd. U kent het citaat waarschijnlijk wel van Churchill. En een van die tradities is dat we ook een spreker hebben uit de jongerenhoek. En speciaal uit de hoek van het Model European Parliament. Het wat zult u zeggen? Het Model European Parliament. Dat is een afspiegeling van het Europese parlement, maar dan voor jeugdigen. En zij leren daar wat democratie is. Zij voeren met elkaar het debat. Dat doen wij voor de derde keer ook. En vanmiddag hebben we als gast hier in ons midden Nikki Kroeze. En zij zal spreken over hoe democratisch is onze democratie. We zijn reuze benieuwd. Nikki, jij krijgt het woord. Hoe democratisch is onze democratie? Jongeren, wij zijn de toekomst. Tenminste, dat is wat we altijd te horen krijgen. We zijn jong, idealistisch en hebben een frisse blik op de wereld. Wij zijn de toekomst. Toch vraag ik me af in hoeverre dat waar is. Als het namelijk zo doorgaat, denk ik niet dat Nederland over een aantal generaties nog een democratie kent. De politieke participatie onder jongeren is namelijk historisch laag. Ja, en dan nu het hoofdbestanddeel, de derde Johan Derk van de Capelle tot een Pol lezing. Eigenlijk hoef ik Nelleke Noordervliet niet meer te introduceren. Luistert u naar de derde Johan Derk lezing, uitgesproken door Nelleke Noordervliet, met plakband en spuug, democratie in onderhoud. Nou, Harriet Roland-Holst, nee, die tante Jet ben ik niet. Een scène bij mij in de straat, vroeger, jaren 50. Een willekeurige woensdagmiddag. Iedereen buiten op het betrekkelijk brede trottoir. Aan de overkant de bogen van het Hofpleintreintje van Rotterdam naar Den Haag. In die bogen waren bedrijfjes gevestigd die in de oorlog waren weggebombardeerd. Een permanente noodoplossing. Er was maar één auto in de straat. En die stond de hele week in zijn autopyjama te wachten op het weekend als hij uit mocht. Daar is hij. Om met Jos Brechtman even naar het monument te lopen. Hier buiten deze raadzaal staan de raadselachtige letters JDCP. Die voor u natuurlijk al lang niet meer raadselachtig zijn. Na deze middag met zo'n hashtag ervoor. En de man die er alles van weet en die het ook gemaakt heeft, is Jos Brechtman. Hij staat hier en hij neemt u graag mee. Hij neemt u graag mee naar buiten toe. Ja, dus, zeker. Ja. Via welke uitgang gaat dat? Ja, dat weet ik niet. Ik denk,